We hebben beelden van een man die met een mes de medewerkster van een tankstation in Waalwijk de stuipen op het lijf jaagt. Rond 3:00 PM op vrijdag 14 mei loopt daar een man met een lichtgrijs vest richting het tankstation aan de Wintersdijk. Eerst blijft hij een beetje hangen achter de wasstraat en dan zit hij ineens op een renner en stormt de tankshop binnen. Hij steekt meteen een groot model aardappelmes in de richting van de vrouw en roept dat ze snel het papiergeld in zijn tas moet doen. De vrouw moet wel. Binnen 30 seconden rent de man weer naar buiten. Een langsrijdende automobilist ziet meteen dat er iets niet klopt en gaat nog achter hem aan. Maar sinds die 14 mei heeft de politie de man niet meer gevonden. Maar misschien vandaag met uw hulp wel. Heeft er een vermoeden wie dit kan zijn? Hij is ongeveer 1,80 meter en vrij smal. En door die bivakmuts is niets te zien van zijn huidskleur of zijn haar. Maar hij werd wel zo'n 25 geschat. En hij sprak normaal Nederlands. Tips over hem graag naar de opsporingstiplijn.